Hoi allemaal, uit de alfabetserie van Elegant Fashion 360, deze keer de letter X. Ik heb voor deze letter 39 elastiekjes gebruikt en ik vind het een mooie, stevige letter. Ik zal een link naar het alfabet van Elegant Fashion plaatsen in de beschrijving onder deze video. Mocht jij nog andere letters nodig hebben die ik nog niet naar het Nederlands heb vertaald, dan kan jij deze link gebruiken. Veel succes! We beginnen met het opzetten van de elastiekjes aan de kant waar de opening van de pin naar je loom toe wijst. Je pakt twee elastiekjes en die plaats je rechtdoor. En daar sluit je twee elastiekjes op aan. Dit doen we in totaal 4 keer. Dit wordt de derde keer. En nog een keer. En dan pak je één elastiekje en die sluit je daarop aan. Vervolgens gaan we weer 4 keer met dubbele elastiekjes aansluiten. Dan gaan we op het einde een capband maken van 3 ringetjes. Dit is 1. Ik draai mijn slag, ik klap hem nog een keer erop. En dat is 2, ik draai hem weer een slag en dit gaat er weer overheen. Dan heb je een capband van 3 ringetjes. Dan gaan we weer een rijtje maken. Ik pak 2 elastiekjes en die plaats je rechtdoor. En deze keer gaan we dit in totaal 9 keer doen. Dus dit wordt bij mij al 3 en deze keer gebruiken we alleen maar dubbele elastiekjes. Dit is 6. En 8. Nee. Even tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ik was er al. Dat komt natuurlijk omdat deze rij iets inspringt. Vervolgens doe je ook hier een capband op. Ook van 3 ringetjes. Die ga ik maken op mijn haaknaald. 1. En nog een keer erin is 2. En nog een keer erin is 3. 3 ringetjes op mijn haak. En die 3 ringetjes trek ik met elkaar wat wijder. En dan zet ik hem hier over op dit pinnetje. 2 rijtjes van 9. Waarvan 1 rijtje als 5e elastiekje een enkel elastiekje heeft. En dat rijtje gaan we als eerste haken met dat ene elastiekje in het midden. Dus je draait je loom om zodat je met je haaknaald goed in die opening van die pin kan gaan. Dan ga je in die capband. Je pakt die 2 elastiekjes daar onderop. Ik hou even de capband tegen met mijn wijsvinger van mijn andere hand. Want die moet blijven zitten. En deze 2 haak ik naar voren. In mijn geval naar links. En dit blijf je doen. Totdat je je hele rijtje gehaakt hebt. En dan kom je hier in het midden. Kom je 1 zo'n elastiekje tegen. Die is wat kwetsbaarder, dus pas op dat hij niet breekt. Je merkt dat nu bij het haken dat dit losgoot. Dat is niet erg, ik zet het even terug. Maar hij zit toch al vast omdat hij gehaakt is. Dus daar kan niets meer mee gebeuren. En de laatste 2. Dan haal je hem nu voorzichtig er vanaf. Steek je haaknaald door die laatste lusjes die je daar gehaakt hebt. En dan kan je nog even alles nalopen om te kijken of die elastiekjes niet te veel verstrengeld zijn, zodat je je rijtje wat netter maakt. We hadden eigenlijk een knoopje moeten maken, maar dat kunnen we ook doen als het op de haak zit. Je pakt een enkel zwart elastiekje en die haak je nu door die 4 ringetjes heen. En dan zet je het andere uiteinde ook op je haak. En nu maak je dat knoopje door het achterste ringetje over het voorste ringetje te halen en los te laten en aan te trekken. En dan heb je hetzelfde knoopje als wat je zou maken aan het einde van zo'n gehaakt rijtje op je loom. Dan kan je haaknaald eruit en dan zoek je dit gaatje op in het midden, dat enkele elastiekje.
En dat plaats je op het vijfde pinnetje van boven. 1, 2, 3, 4, 5. En daar gaat hij bovenop. Je steekt het pinnetje er dwars doorheen. En dan ga je naar beneden toe. En gaan we ook dit rijtje haken. Dus die capband van 3 ringen naar achteren. Kijk vanaf de zijkant mee. Nu zie je dus ook dat ik te veel naar achteren duw. Dus ik haal dit elastiekje nog even weg, want die wil ik pakken. Dus ik pak hem hier op. Oh, en ik haak hem in mijn geval naar links. En dan ben je hier bij dat middenstukje aangekomen. We maken een beetje plaats, duw het naar beneden. En voor de rest haak je alsof er niets aan de hand is. Behalve dan dat je hier wat meer elastiekjes hebt, wat je naar achteren moet duwen. Maar je wil deze twee wil je pakken. Dus je kan weer vanaf de zijkant een beetje meekijken. En dan weet je dat je precies de goede twee elastiekjes pakt. En vervolgens deze. Nog 2. Oh. De laatste. En daar gaan we dus wel meteen al een knoopje in maken. Ik ben op zoek naar een enkel zwart elastiekje. Ik heb er één. Mijn haaknaald gaat door deze laatst gehaakte elastiekjes. Enkel elastiekje op mijn haak, die trek ik er doorheen. Ik schuif hem naar achteren. Dit lusje ook op de haak en dan het knoopje maken door het achterste ringetje over de haak heen te halen en los te laten. En dan kan ook deze zijde er vanaf. Dan moeten we hem alleen nog een beetje in model brengen. En de lusjes verstoppen. Dat blijft altijd weer even gedoe. Dat weet ik, maar dat is wel het mooist. Je zoekt voor dat verstoppen van die lusjes een punt dichtbij het elastiekje wat je wil verstoppen. En dan trek je hem zo naar binnen toe. En als je niet tevreden bent, zoals in dit geval steekt er nog iets uit, dan doe je dat verderop nog een keertje. En dat doe je ook met de andere kant. En dan is je X klaar. Ik hoop dat ik je met deze video heb kunnen helpen. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!